Nou, daar zijn we weer. We gaan even een hulpstuk maken om als je met een cirkelzaag of met een decoupeerzaag mooi planken haaks voor afzagen. Is wel handig als je dit hulpstukje hebt. En we moeten natuurlijk eerst even zorgen. Ik dacht dat dit een mooi stukje hout was. En ik dacht ook dat die haak was. Maar ja, dat blijkt dus gewoon. Als ik hier gewoon kijk, dan... Kijk. Dat is hij dus niet. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar hij is het gewoon niet. Dus wat ik nu gedaan heb. Ik heb even goed gecontroleerd of mijn afkortzaag. Of die nu goed haaks is ingesteld. Dus op 0 graden goed is ingesteld. Dat, volgens mij is die dat nu. En dan zie ik ook meteen dat hier een kleine afwijking in zit. Dus dat ga ik meteen ook even corrigeren. Nu zie ik. Nu is die mooi haaks zoals je kunt zien. Je kunt er niet meer langs kijken. We merken dat we nu heel makkelijk klaar zijn, want we hebben nog iets nodig en dat is een lat. En je kunt gewoon om je heen kijken of je een stuk hout hebt waarvan je denkt van nou, dat is wel geschikt hoor. Ik vind dit stukje hout, dat vind ik er eigenlijk wel geschikt voor. Wat belangrijk is. Is dat dit stukje hout, dat moet natuurlijk helemaal recht zijn. Nou, dat kun je heel mooi controleren door dat gewoon even op een ondergrond te leggen waarvan je zeker weet dat hij ook helemaal recht is. En dan zie ik ook gewoon, ik kan er nergens onderdoor kijken, dit is gewoon misschien de andere kant beter. Nee, maakt helemaal niet uit. Hij is gewoon hartstikke mooi recht. Nou is dit vrij aan de grote kant. Dus wat ik ga doen, ik ga onder een hoek van 45 graden. Ga ik daar een stuk van afzagen. Na 45 vind ik eigenlijk iets te veel. Ik doe het gewoon op het oog. Ik vind dit wel een mooie hoek. Die hoek is, dat is dus ook niet zo heel erg belangrijk. Dat die hoek is. Maar ik vind die totale plank gewoon wat te groot. Dus vandaar dat ik er een hoek aan maak. Nou, dat blijkt ongeveer 31 graden te zijn, wat betekent. Dat twee stukken. In principe kan ik er alle twee voor gebruiken, maar ik gebruik deze. Was de bedoeling dat ik deze op deze last gaat vastzagen. Het belangrijke is natuurlijk dat je rekening houdt met één ding. Dat is namelijk het volgende. De cirkelzaag hebt, een decoupeerzaag hebt, dan zie je dat het vanaf het zaagblad van de decoupeerzaag tot aan de zijkant, dat is hier 4 centimeter. In hoeverre is het bij deze? Nou. Moet eens kijken. Ja, dat is iets minder. Dat is 3,5 centimeter. Dus wat ik ga doen. Hier, wacht even. Ik meet de verkeerde kant. Ja, je moet de andere kant opmeten. Ik moet kijken hoe lang dit is. Oké, dat is 15,7, ik zeg 16 centimeter. 16 centimeter. Maar we zagen hem zometeen toch wel op. Op de hand. Nou, pakken we de winkelhaak. Dan zetten we daar een streep. Ik pak dat stukje restmateriaal, dat leg ik ervoor. Want dan hou ik een beetje de hoogte goed in de gaten. Dan leg ik hem strak langs de lijn. Ik controleer het nog even. Of het 90 graden is. Ja, dat is het. En dan kan hij erop vastgeschroefd worden.
Dat is één. Dat is twee. Doe je dat met drie schroeven, want dat vind ik genoeg. Via de achterkant schroef ik het vast. Als je genoeg stroom in je accu-machine hebt zitten, dan gaat het in één keer goed. Dit is hem. Dan zal ik je even laten zien hoe het werkt. Kijk, heb je natuurlijk een decoupeerzaag, dan moet het stukje wat korter. Maar als je hem wel wat korter hebt, dan kun je hem op die manier kun je een maat zagen. En ik ga hem niet voor de decoupeerzaag gebruiken, ik wil hem voor de cirkelzaag gebruiken. Ik zal even laten zien hoe het dan werkt. Zo. Kijk, nu heb ik hem dus wat smaller gemaakt. Dan kan hij weer vast. Stel, we willen zeg maar 85 centimeter. Een plank hebben van 85 centimeter. Dus we meten hem af. 85. Dan zetten we hier even een streep. Ik zet dan even een streep aan die kant, want ik weet dat ik vanaf deze streep is het 85. Dan leggen we deze rand leggen we gelijk met de maatvoering. Dus daar waar we moeten zagen. Dat is hier. Kijk, dan leggen we dus het hulpstuk leggen we precies met deze plank precies gelijk met dat streepje. Want we weten dat we daar langs moeten gaan. Nou, omdat we dit haaks op dit hebben gezet, is dit dus een haakse laag. De zaag zetten we tegen het plankje aan. De zaag, hè? Ik kan nu precies bij deze rand langs gaan, zoals je ziet. En mijn zaag die gaat hier nu overheen, want dat heb ik natuurlijk moeten doen. Dus hou daar rekening mee als je zelf zo'n ding maakt. Nou, dan gaan we eens kijken. Nou, hij is, kijk, spot on 85. Precies wat ik wou. En wat natuurlijk ook belangrijk is die haak. Kijk, hij is ook haaks. En dat is natuurlijk ook wat we wilden. Nou, het is altijd om zo'n dingetje even te maken. Nogmaals, hou rekening met de dikte van het materiaal en de,
en de dikte van je machine, dus daar moet je wel rekening mee houden. Heb je natuurlijk een decoupeerzaag waar je veel mee wil gaan zagen, dan wordt het stukje hout korter. Dan kun je zo een gebruiken voor en voor de cirkelzaag en voor de decoupeerzaag. Nou, dat geloof ik niet, want de decoupeerzaag heeft natuurlijk een kortere afstand als de cirkelzaag. En omdat ik meer met de cirkelzaag moet werken op langere stukken als met de decoupeerzaag, heb ik hem voor de cirkelzaag gemaakt. Als ik toch denk, want het is ook wel handig om voor de decoupeerzaag te hebben, maak ik net zo een. Gebruik dat andere stukje hout die ik hier over heb gehouden, gebruik ik daar wel weer voor. Ik hoop dat je het een beetje een leuke video vond. Heb je vragen of opmerkingen, kan natuurlijk altijd hieronder. Ik wil je bedanken voor het kijken en graag tot de volgende video.